Want ik denk dat dat ook even de dingen is met Terrifiet, wat zo belangrijk is voor het behoud, is dat mensen niet voortdurend denken, ik doe het niet goed. Je moet gewoon, je praat het gewoon. Ja, ja. En praat je, ook al weet je het woord niet, dan gebruik je het Nederlandse woord. Maar het kan dus gebeuren. Die Shoma-cultuur die bestaat niet in het spreken, gebrek praten van de mensen? Dat zou niet moeten. Het bestaat ook, enorm. Ja, ik denk dat dat een van de dingen is waarom mensen het niet aan hun kinderen doorgeven. Ja. Omdat ze eigenlijk te bang zijn om fouten te maken of zo. Ja. En ook wel een van de redenen waarom ze het ook niet eens met hun ouders dan spreken. Omdat, misschien doe ik het niet goed. Ja, en daar zou je natuurlijk vanaf moeten. Je moet gewoon zeggen van, als ik het woord niet ken, dan ken ik het woord niet. En doe ik het maar even in het Nederlands. Ja. Want eindeloos veel woorden die je niet kent. En als je dan naar Nador gaat, dan zeggen ze het in het Spaans. Dus het maakt ook niet uit of je nou volante of sturen zegt. Dat is, Dus is dat, ik denk dat gewoon heel belangrijk is. Van, gewoon durven. Spreek het gewoon. Durf gewoon het. Durven en dan niks is Shuma. Het is niet Shuma om een fout te maken. Ja. En als je wilt dat andere mensen het leren, als je wilt dat je kinderen het leren, dan beter dat je een fout maakt dan dat je helemaal niks, niks overgeeft. Ja. En komt het ook niet door dat veel ouders eigenlijk liever willen dat hun kinderen eerst Arabisch moeten leren om de religie te kunnen begrijpen, zodat ze meer zich op de religie moeten gaan focussen? Ja, maar er is natuurlijk toch een verschil tussen wat je spreekt thuis en wat je leert. Ja. Dus ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel ouders die, als je ze vraagt van, zou je Terrifiet op school moeten gaan onderwijzen, die zeggen, ze ben je helemaal gek geworden. Ja, ja. Laten ze maar gewoon goed Arabisch leren, want daar heb je wat aan. Ja, 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 ja. Daar heb je wat aan als je in Marokko bent. Ja, heb je wat aan als je in de Egida bent. Dat is toch een beetje lang, duurt nog een beetje langer. Ja, ja. Dus dat is ook een heel, denk een heel zinnige gedachte. Ja, ja, ja. Voor hen is dat ook een hele belangrijke taal. Maar natuurlijk, als niemand spreekt klassiek Arabisch met zijn kinderen. Nee. Dus die twee dingen sluiten elkaar niet uit. Dit is in Marokko altijd zo geweest dat je de taal had voor de religie en voor de officiële dingen. En je had de taal voor die je thuis spreekt. Ja. En ja, die andere die moet je dan erbij leren op een bepaald moment, als dat belangrijk voor je is. En dat ene, dat krijg je thuis mee. Dus ik denk niet eens dat het zo is dat mensen geen Terrifiet met hun kinderen spreken, omdat ze liever zouden willen dat ze Arabier Fosha zouden spreken. Ja. Ik denk wel dat er mensen zijn die zeggen van, nou, ik vind het belangrijk dat mijn kind goed Nederlands leert. En ergens heeft ooit een juf gezegd, 20 jaar geleden, dat niet zo goed is als je dan, en dan ga ik maar Nederlands met het kind spreken. Dat bestaat natuurlijk wel. En dat is heel, vind ik altijd heel treurig als ik Want dat is eigenlijk niet waar, want als je je moedertaal spreekt, het stimuleert ook om andere taal te leren. Dat is wat ze altijd zeggen, ja. Okay.